Piranha Movies. Yo, dat gaf ze. Iedereen had vroeger natuurlijk wel een jeugddroom. En ik wou vroeger geen politieman, brandweerman of prinses worden. Nee, ik wou veel liever een Jedi of een Ghostbuster worden. Maar hetgeen wat ik het allerliefste wou worden... Ja, dat was natuurlijk een Pokémon trainer. Alleen aan het werk van een Pokémon trainer zitten een paar nadelen. Dus daarom vandaag 25 nadelen aan Pokémon trainer als baan. Sommige Pokémons moet je ruilen om te laten evolueren. Alleen wie zegt dat die dude de Pokébal ook echt teruggeeft aan mij? Jongens, dit is het echte leven. Als ik een Pokébal aan iemand geef, kan die er vandoor rennen met mijn Pokémon. Als Pokémon trainer sta je wel uren, dagen, maanden, jaren te vissen voor een fucking Magikarp. En als je die Magikarp dan binnenhaalt en je hebt hem, kan die alleen maar splash. Hartstikke leuk, maar je moet het doen, anders heb je geen Gyarados. Als Pokémon trainer loop je serieus halve eeuwen rond in een grasveld te zoeken naar een Abra die niet direct wegteleporteert aan het begin van het fucking gevecht. Elke keer als jij op een verjaardag bent en je zegt, hey, ik ben een Pokémon trainer, dan moet je aan de oudere mensen gaan uitleggen wat een Pokémon is, laat staan wat een Pokémon trainer doet. In Pokémon heb je maar één kans om Mewtwo te vangen. En vang je hem niet, dan ben je de lul. Nou, leuk, laat ik nou net een van die personen zijn die heel veel moeite heeft om dingen in één keer goed te doen. Je hebt geen vakantiedagen, je kan nergens heen en er zijn maar een paar regio's. Dus je blijft je hele leven in die paar regio's. Het is een beetje een huishoudelijke mededeling, maar schijnbaar bestaat er geen grasmaaier of zo in de Pokémon-wereld. Jouw reis als Pokémon-trainer is heel moeilijk om te plannen, want er is een hele grote kans dat er een Snorlax op het midden van de weg ligt die alleen kan wakker maken bij de Pokéfluit die je 5 steden verderop kan kopen. De reiskosten van het reizen naar elke gym, dat is verschrikkelijk duur. En ja, oké, dan krijg je later wel een fiets, maar alsnog dan is het wel even een pokken-end fietsen. Pokken-end fietsen. En daarnaast is een fiets ook wel $100.000, euro, Pokémon, yen of wat dan ook. Het is veel te duur. Maar je moet die fiets hebben, want zonder die fiets kan je bepaalde regio's niet binnenkomen in de Pokémon-wereld. Dus je moet $100.000, euro, Pokémon, yen, wat dan ook betalen. In het ziekenhuis werkt Joy, dus je kan nooit het ziekenhuis uitgaan zonder een stijve. Door de een of andere rare reden heeft elke Pokémon trainer wel een rivaal die zo nu en dan out of the blue langskomt en zegt, yo, wij gaan lekker vechten nu, kom hier, hè. Dat je denkt, jongen, ga lekker naar huis, ik wil slapen. Naast alle Pokémons verzamelen, moet je ook de 8 knoopspeltjes verzamelen bij de gyms, zodat je naar een champions ding kan waar je uiteindelijk verder kan vechten. Ja, met knoopspeltjes. Als Pokémon trainer word je ingeleid in de magische wereld van Pokémon door Professor Oak, die zijn leven heeft gewaagd aan het vinden van alle Pokémons, het uitzoeken van wat ze zijn. En hij geeft jou een lege Pokédex met 0 informatie. Wat heeft die man gedaan in godsnaam? Je vecht met je Pokémon, dus die worden verwond. Die moeten allemaal naar het ziekenhuis. En dat zijn medische kosten. Wie gaat dat betalen? Een Pokémon trainer heeft geen vaste werktijden. Dit betekent dus dat een Pokémon trainer door moet werken. En dat betekent weer dat je ongelooflijk veel overuren gaat maken die niet doorbetaald zijn. Hoe krijg je eigenlijk geld in Pokémon? Niet! De enige manier om aan geld te komen is via een toernooi of om te vechten. Alleen als je dan verliest, dan heb je geen geld. Sterker nog, je verliest je eigen geld. What? No money? Behalve Gary, deze dude, die had gewoon een auto vol lekkere wijven die er altijd mee rondreed. We kennen allemaal wel zo'n Gary-type. Godverdomme Gary. Iedereen in die Pokémon-wereld is volkomen gek. Als je ze tegenkomt, heb je geen eens tijd om te zeggen, hoi, ik ben Bardo. Nee, ze willen direct met je vechten. Dat niet alleen, ze willen vechten om geld. Man, en dat geld heb ik dus niet eens. Denk erover na, wat voor vlees eten ze in de Pokémon-wereld? Ik bedoel, ik zie geen koe, vark of wat dan ook lopen. Dus dat betekent dat jouw broodje gehakt gaat veranderen naar een broodje Pikachu. Ja, lekker. En als er dan geen dieren bestaan in de Pokémon-wereld, dan betekent dat dat alle Pokémons die vechten eigenlijk gewoon dierengevechten zijn. Ja, wij laten dieren vechten en daar krijg je als Pokémon trainer betaald voor. Als Pokémon trainer werk je heel erg veel met ballen, dus geheid dat al jouw vrienden heel veel opmerkingen gaan maken over ballen. Ja, je krijgt heel veel grappen over ballen. Poeh, ben je goed met ballen. Banjo Movies, ik kies jou!
Wow, dat zie ik je altijd terug. Wow. En bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Banjo Movie. Vond je deze video leuk of vind je Pokémon over het algemeen leuk? Ram dan op dat duimpje omhoog hier beneden. Want hoe meer duimpjes omhoog, hoe beter ik weet dat ik meer van Pokémon moet maken. En ram op die abonneerknop hier beneden, zodat je elke zondag een video krijgt van mij. Ja, dat is wel logisch als je mij abonneert. En iets totaal anders, het is heel erg belangrijk en heel veel mensen vergeten dat, maar deel deze video ook, want heel veel jonge mensen willen een Pokémon trainer worden. En als je op die jonge leeftijd al zo'n belangrijke beroepskeuze maakt, moet je de nadelen weten van je beroep. Dus daarom deel deze video met andere mensen. Oh, wat ben ik ook slecht. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Een duimpje omhoog, het abonneren hier beneden en het delen van deze video, zodat iedereen weet wat er nadelig is aan een Pokémon trainer. Ja, leuk. Dan verpesten we iedereen's jeugddroom. Bedankt voor het kijken en ik check jullie weer volgende week. Later! Wow, dat ging goed. Bye! Ja! Banjo Movies every Sunday at 2 o'clock.